Hallo Ali, hier live bij Punch Out. We hebben net de battle gehad, Jackson D tegen Seppa. Seppa, hoe ging het? Goed man, het ging aardig goed, beter dan mijn auditie sowieso. Ja, het ging wel lekker man. Je moest je vandaag bewijzen, heb je ook het gevoel dat dat is gelukt? Jawel, op zich. Ik heb het goed gedaan, maar zeker weten. Jackson D, ik hoorde heel veel woordspelingen. Je was lekker aan het bewegen, maar ergens leek het wel alsof je aan het performen was op 4 mei. Alsof je aan het performen was op 4 mei. Ik hoorde niks. Ja, ik hoorde niks uit het publiek. Geen enkele crowd response. Ze waren aandachtig aan het luisteren voor die bar. Nee, ik weet niet man. Maar er zaten genoeg dikke bars bij, weet je. En misschien is het net dat ene stukje, het voordragen naar de mensen, dat ik juist mee moet krijgen, toch? Snap je? Ja. Is dat het? Ik denk het misschien, weet je. Voor mij is het ook de tweede keer pas dat ik dit doe, weet je. Net als die doet. In zijn auditie vond ik hem veel minder goed dan dat hij vandaag bijvoorbeeld was, weet je. Ik denk dat ook een beetje meelevelt. Ja. Je hoorde van de jury dat... Oh, ja, mensen haten mij. Iedereen haat mij. Dat is gewoon niet. Nee. Je hoorde van de jury vorige keer dat je vandaag echt stuk moest maken. Je zei het zelf ook, als ik vandaag niet dood kom, dan ga ik er zelf uit. Ja. Is het moment dat jij denkt van ik zit erin of ik loop er zelf uit? Eigenlijk vond ik zelf best dat het goed ging, weet je. Of ik vond niet dat het slechter ging dan vorige keer. Ik dacht niet van, Elwa, dit is echt fucking slecht of zo. Hier moet ik me voor schamen. Maar ja, als mensen kanker gaan willen dat ik eruit ga... Ga ik eruit, weet je. En anders blijf ik voor de ervaring. We kijken. Maar je laat dan de jury over. Ja, toch. En als je doorgaat, tegen wie zou je dan willen? Volgens mij wil Mr. Satisfied graag tegen mij battelen. Dat had hij gezegd. Dus bring it on. Steppa. Tegen wie zou jij nog willen? Maakt niet uit, man. Iedereen mag voor mij. Ik ga niet kiezen. Ik ga niet mijn mensen kiezen. Je moet toch ergens wel een voorkeur hebben? Nee, want ik denk dat je gewoon moet schrijven op alles wat je krijgt. Maakt niet uit wie je voor je krijgt. Daar groei je van als rapper, denk ik. Ja. Dit is je tweede battle? Ja, en ooit mijn tweede optreden in heel mijn leven, ooit. Tuurlijk. Als jij verder groeit, waar zie je jezelf eindigen? Aan de top. Aan de top. Sowieso. Achtste finales van het nieuwe seizoen? Makkelijk. Nou, niet makkelijk, maar als ik zo door blijf gaan hoe ik nu hier sta, ja wel. Om 7 uur is straks de battle online. Seppa tegen Jackson D. Mijn naam is Alo Ali.